naar de spiegeloog. En dan gaan we dit wegbrengen. Ja, de postbode heeft dus het verkeerde vakje gestoken, waardoor ik dat oorspronkelijk heb opengedaan. Ik dacht, dat is voor mij. Maar dat blijkt dus niet voor mij te zijn. Dat blijkt bij voor een vrouw, een andere vrouw, te zijn. Dus, maar we gaan vertrekken. We zitten hier nu bij de spiegeloog, binnen. En, maar het is echt wel warm buiten, normaal. Ja, de band van de andere is heel plat, dus dat wil zeggen dat die kapot is. Dus dat is beloofd ook heel wat. Kijk, hier kan je het podium op. Het podium. Ze lijkt een echte artiest. Het podium op. Zo prachtig. Hier staat dan de artiest te zingen. Waarom op het podium. Mooi. Wij zijn het uitzicht. Kun je je voorstellen dat hier Sandra Kim niet opgestaan, Martin Hermans. Heel veel mensen hebben opgestaan. En nu staan wij hier. Dat is niet normaal. We gaan deze TikToks opnemen hier. We staan hier nu op het podium van de parkjes waar heel veel bekende mensen hebben gestaan, zoals Sandra Kim bijvoorbeeld, Margriet Hermans en haar dochter. En nog heel veel andere mensen, Kate Ryan. En noem maar op eigenlijk. Dat is echt heel cool om hier gewoon te staan. Dus daar hadden ze dan van uitzicht. En dat is wel heel cool om hier gewoon nu ook even te staan. Ook even aan denken van, hier hebben allemaal bv's gestaan. Dat is gewoon geweldig. En er komen ook bv's die op deze podium gaan staan, zoals Christophe, Camille. Maar dan voor de Vredesfeesten. Dat is eigenlijk wel heel cool om hier nu ook gewoon eventjes te staan. Dat ook wel mogelijk is. Dus en ik kan een klein stukje voor die zingen. We have Big Amberlijn. Hallo, hallo, waar ben je dan, waarom? Verlang ik zo om dicht bij jou te zijn. Hallo, hallo, mijn tele Romeo. Lijkt die hoor nu niet, meneer. Zij dit nummer is verkeerd. Want ik hoor je lieve stem en weet dat jij het bent. Zo. En nu is echt het heel mooi uitzicht en eigenlijk een groot podium eigenlijk, als je dat goed bekijkt, amai. Pieper zit hier eventjes, die is altijd bij. Als je dat afvraagt, want Pieper altijd bij is, die is een beetje een steun. En die heeft ook zijn eigen Instagram, trouwens Pieper Bollard, daar kan je alles vinden waar hij al geweest is. Maar dat is echt heel mooi eigenlijk, het podium. Niet te geloven. Want dat zijn de muzikanten, stonden dan hier. Eigenlijk, en dan hier stond de persoon te zingen. Dat is eigenlijk al goed en daar dan was dan meestal de liedjesteksten wat ze gingen brengen. En dat is echt wel leuk om het eventjes zelf ook gewoon eventjes te staan en het eventjes te beleven. Dat is gewoon zo cool en stoer. Dus ik vind het wel leuk. Leuk moment, leuke dingen gewoon met je hoofd. Dus dat ik gebruik als micro om eventjes TikTokjes te maken. Dus ik ben echt wel heel blij en eventjes te staan. Nu moeten we nog eventjes postbode spelen, want iemand heeft het verkeerde envelop in mijn brievenbus gestoken. Ik dacht dat dat voor mij was. Ik had het ook helemaal opengemaakt. Ik had ook naar gekeken. En dus dat gaan we eventjes wegbrengen. En dan gaan we ook nog naar de vituur vanavond. Er is eigenlijk niet meer zoveel gevlogd, maar ik had een beetje last van de warmte en zo ding allemaal. Dus. Maar hopelijk vond je deze video echt leuk. Was super leuk om op het podium te staan. En tot morgen.